wat jammer, na die prachtige inleiding komt hij met zo'n beleefdheid in, zo'n oude professor. Wat zonde van onze tijd. En eindelijk is een leuke nieuwe avond. Op de start van de avond gaat hij dan zeggen dat ze zo'n eer is. Dat is echt een historische vergissing, dus de voorzitter heeft zich vergist. Maar het gekke is, de stemming zit er goed in, al vind ik in dit politieke café, maar ik meen het oprecht. Want het is inderdaad zo, het is de tweede keer. En de eerste keer was op de jongerendag was uw thema veiligheid en toen kon ik niet komen. En toen kreeg ik ook nog de oranje bovenprijs met mijn vriendin, e-mailvriendin, Tineke Morgen. Ik weet langs. En toen dacht ik, nou kijk, die STB jongeren die hebben dat gehad. Ik kom niet op de jongerendag, dus dat gaat voorbij. Maar dan, wat schetst mijn verbazing, hupsakee, volgend jaar op de eerste avond van de Politieke V, welkom. Nou ja, en dan wordt er gevraagd een verhaal voor 40 minuten. En dan kom je hier, ja, als het mag, 20 minuten eigenlijk. En ik schrok dat iedereen stond, ja, we zijn nog jong, dat houden we vol. Dus we maken er gewoon wat van. We maken wat van. Ik wou in ieder geval, hoe het ook zij, twee onderwerpen even met u bij meenemen. Ik wil nog even stilstaan bij het onafhankelijk onderzoek. En daarna neem ik u mee naar de opgedane ervaring. En ik schiet er maar zo'n beetje doorheen. Ik zal u even vertellen hoe ik met het onafhankelijk onderzoek in contact ben gekomen. Ik was, voordat u allemaal was geboren, dat is vergeestig, dat is allemaal lang geleden, was ik voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid. En het was een adviescollege van de Nederlandse regering over te voeren verkeersveiligheidsbeleid. En dat sprak je in een tijdperk van 3000 verkeersdoden en 75.000 verkeersgewonden. Nou, ik beloof u, over al die verkeersveiligheidsmaatregelen, terwijl je zegt, die getallen is toch niet niets, was altijd ruzie, debatten. En als je zegt, waarom? Ja, de mensen waren in vrijheid opgevoed. Vroeger was het zo, je had een rijbewijs voor het leven. Er waren weinig verkeersveiligheidsmaatregelen. Dus ieder verkeersveiligheidsmaatregel werd gezien als een beperking waar discussie over was. Zo was de invoering van de autogordel, werd vroeger beschouwd als een inbreuk op de mensenrechten. Zo was het. Dus er was altijd wat. En toen maakte ik een werkbezoek in Amerika. En nou, in Amerika was die verkeersonveiligheid ook enorm. Dan sprak je over 53.000 verkeersdoden op jaarbasis. En dat is evenveel als vergelijkbaar met het aantal militaire slachtoffers in 14 jaar vechten in Vietnam. Dus dat waren indrukwekkende getallen. En daar maakte ik toen kennis met de National Transportation Safety Board. Dat de NTSB was door het Amerikaanse congres in het leven geroepen. Eigenlijk om onafhankelijk onderzoek te doen naar ernstige transportongevallen. En ja, ik moet u eerlijk zeggen, dat was een vonk. Eigenlijk zeer vergelijkbaar met de ontmoeting van de prinses. Ik was natuurlijk in Nederland beleidsadviseur. Nou, bij beleidsadviseurs is het eigenlijk zo. Als je niets zegt, dan ben je niet nodig. Maar als je iets zegt wat niet goed valt, dan word je eigenlijk opgeheven. Dus zo gaat dat. En toen dacht ik, als je de veiligheid wil verbeteren, toon de maatschappij dan de spiegel van de werkelijkheid. En daar ben ik toen voor gaan strijden eigenlijk. En die strijd heeft toen uiteindelijk 22 jaar geduurd om het onafhankelijk onderzoek eigenlijk voor elkaar te krijgen. Ik heb in 1983 een brief geschreven naar die minister. En in 2005 is die onderzoeksraad geïnstalleerd. Maar als je dan kritisch gaat kijken, dan zeg je ja, onafhankelijk is dat eigenlijk helemaal niet, omdat die inspectie veel te veel betrokken waren. Vroeger waren ze niet alleen betrokken bij toezicht altijd, dat is hun hoofdtaak, maar ook bij de regelgeving. Tegenstrijdige belangen als er iets speelt. Denk aan Groningen, denk maar aan welk ongeval dan ook. Zoveel tegenstrijdige belangen. Dat als de organisatie maar enerzijds erbij betrokken is, op enige manier, of u het vermoeden heeft, je hebt de schijn tegen. Ja, dan is het onderzoek van geen allerlei waarde. Ik herinner me nog bij de Estonia, de veerboot die gezonken is met 800 doden en ik dacht 137 overleden. Was een van de partijen die het mede onderzocht, was niet onafhankelijk. Nou, 20, bijna 30 jaar staat dat de rapport ter discussie. Dus die onderzoeker, die afzonderlijke organisatie heb je nodig. Maar die moet onafhankelijk zijn. Nou, de minister was daar tegen. En waarom was de minister tegen? Die zag die wens als een motie van wantrouwen. En daardoor zie je eigenlijk dat er van meet af aan onduidelijkheid is gekomen over die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. En dat zie je in de twee veiligheidssectoren. Sociale veiligheid, dat is misdaadbestrijding of criminaliteit. En je ziet het bij de fysieke veiligheid, dat is al het andere, is brandveiligheid, arbeidsveiligheid, noem het maar op. Bij sociale veiligheid vind ik altijd een mooi voorbeeld wat te doen bij geweld op straat.
En waar dat nou uit voorkomt, dus ja, dat ben ik nog niet achtergekomen. Maar iedereen wie je ook spreekt, snapt er eigenlijk niets van. En u bent toch blij dat er nou een onderzoekscommissie is ingesteld? Nou ja, kijk eens. Wij houden gewoon van duidelijkheid en van helderheid. Ik denk dat iedereen vraagt zich dat af als je luistert naar de gesprekken op de radio erover. Dat niemand begrijpt het. Dat als de minister een bedrag noemt, daar moet de heer Verteven daar een andere mening over hebben. En dat hij niet even naar de minister gaat, sorry, dat is wat anders. Dus dat begrijp ik niet. Dan moet je het uitzoeken, dan komt er een onafhankelijke commissie. Ik begrijp ook wel of die commissie dan bevoegdheden heeft, moet ik even kijken. Het is geen parlementaire enquête, dus ik moet eens even kijken. Bij die onafhankelijke commissie, dat woord wordt te makkelijk uitgesproken. Maar het moet maar eens even kijken of je achter de waarheid komt. Maar ik ben ook net zo nieuwsgierig als u. Dat rapport moet je niet vergeten dat wat er gebeurd is bij Turkish Airlines. Als je kijkt naar de black box, was het op de twee voorafgaande vluchten identiek ook zo bedoeld. Alleen toen hebben de vliegers het ontdekt en passende maatregelen genomen. Maar dat niet alleen, het stond niet eens in de rapporten van de kist. En dat vond ik eigenlijk een dramatische ontdekking. Want nu zie je, als het niet wordt ontdekt, is het een fatale ramp. En met grote gevolgen, maar op de twee voorafgaande vluchten is dat niet eens genoteerd in de logboeken, terwijl er precies hetzelfde was gebeurd. En dat heb ik, en ook met dat slachtoffer eigenlijk, die altijd zegt, ik ben blij dat u de waarheid heeft geopenbaard. En ook slachtofferhulp heeft enorm geholpen om de weg terug te vinden. En eerlijk gezegd, die rapporten, denk ik ook dat die rijk mee is geworden, want Boeing heeft er enorm veel aan de slachtoffers betaald. Maar dat zijn ontmoetingen geweest van slachtoffers die ik nooit zal vergeten eigenlijk. Die met name hebben gezegd, ik krijg mijn geliefde niet terug, het was ook bij de Hercules-ramp, maar moet het een ander overkomen. Dus dat sprak mij altijd aan.